de tsjerke. Ik ben niet met al hier standjes en wij als chill zijn, had er een stand. Nou, die is leuk. Waar ben je dan? Zag het wat? Ja, ja, ja. Ja, ik denk een stuk of 10. Je had zeker goed. Triantjes, triantjes. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik had de gitaar in de auto, ik ben bij de omroep. Want ik zal jullie met mijn collega's van de afdeling Chill van Omroep Friesland, zal ik naar Wow Friesk. Dat is een inspiratiemerk voor het Friesk en meertaligens op school, voor het onderwijs. En wij staan daar ook op die beurs met onze afdeling. Dus ik zal mijn collega's even ophellen en dan gaan we aan zijn neus al richting Blauwhuis. Want daar is die inspiratiemerken. En ik ga mijn gitaar dus mee, dus ik geef wat spullen en ik geef wat vloggen. En zie wat er al je te belibben is. En ik ga even mijn collega's volgen. Ik ben net zo vaak met mijn collega's op een paard, omdat ik natuurlijk een soort vlog thuis. Dus het is wel leuk om een keer mijn haar een sokse wat te doen. En dan krijg ik even een inzetje hoe het soks gaat. Dus je leren mijn collega's echt wat beter kennen. Dat is voor geinig. Dus ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je met mij naar de inspiratiemerk Wow Friesk in Blauwhuis. Nou jongens, ik ben in Blauwhuis. En check eens even op wat voor mooie locatie waar wij staan. De tsjerke. Ben niet met al hier standjes en wij als chill zijn had er lekker stand. Dus ik ga op naar binnen. Wow, de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Nou, zo is het, maar die moet even zien. Aan die kant standjes en aan die kant. En wij staan achterin, de chill stand. Achterin. Daar ben wij. Ja, dat is. Nou jongens, we gaan los. Het rint hier al een beetje vol. En mijn collega's zijn daar in het roze zo rijden. Die gaan ik echt meestal een interview en vragen stellen. Dus aanstaande denk ik wel even met hun. Maar we hebben wel eens keren wat voor vragen dat we dan eind binnen. Dus het belooft een hele leuke dag te worden hier in Blauwhuis. Wow Friesk. Laat je eens even zien hoe prachtig mooi dit hier is. Even een overviewtje, laat ik hem zien. De hele tsjerke wordt bundeld van deze beurs. Ik ga hier met elkaar zo sjongen. Ja, ja. En wat Wim sjongen? Tuurlijk. En wat gaan we hier al even moois? Een oh, nou gek, lekker. Een pen. Nou, die is leuk. Waar ben je dan? Ik liep op het nee. Hij wil eens een chipslag zoen. Ja? Zullen we wel eens even. En Reinoud koen je hem al? Ja. Maar de spalreedring ging in die troffen? Ja. Leuk. Hij valt bijna om. Ja, ik haal een chip. Ik ga hem breder recht. Chill, check, maar ben je wel je meester of juffrouw? Ik weet het niet van. Oh, super cool. Nou, goed beter. Hey, succes met jongenhuis, hè? Ja, stop op. En ondertussen binnen collega's nog druk aan het interviewen. In hun roze rijen tenue. En de zaal die net al aardig vol. Dus jongens, dit is wel heel leuk. Er is heel veel volk op elkaar, maar dat is natuurlijk mooi. Want als er zo wat organiseren wordt, is het echt mooi dat er wat volk op elkaar komt. En dat is zeker het geval. Dus tieren bij tieren. Nou, dus ik geloof dat het begin gaat. Wie ben je al hier? Ja, allemaal met het werk. Laat je vrede op lang te nemen. Zag het wat? Ja. Ja, ik denk een stuk of 10. Je had zeker goed hier. Of vooral CIRO-meldingen. Ja. Goed bezig. Woehoe. Namens alle taalkoopartners, Maaike van de Winnie, van Herre Wolkom Jette. Yeah.
jongens. Goed ding. Nou jongens, en sa wie de zaal vol en sa de zaal ek weer leeg. We hadden een hele mooie speech hoor, maar al je ding dat zeg het wel weer wat opstekst. Ik voel toch de afsluiting het allermooiste. De jeugd heeft even een vestje gejongd. En nou, dat vestje bleef nog even in mijn holle hingen. Heel pak het net lukken. Nou ja, dat. Er zijn nu al je cursussen en oren dingen op verschillende gebieden. Wij wachten tot om te wezen hier weer rondkomen bij USB stand. Maar dit hebben we maar. Even skoft, we zullen even wat eten. En er is eigenlijk nog een studio, dus lekker eten! Daar redden wij, ja, die man is ik hoor al, hè? Moet je even niet ons met kaart. Check dit al, lotje. Dat is toch leuk. Ik zei even een pisje erom. Alles er even wat in de pronk nog. Nou, ik heb er weer chill op. De december en je fietsen, de titels voorbij. Doos is de tunnel aan, de stik, nu staan we alweer op dij. Doos is de buske om haar knokkes. Vinten knokkes, iets en blauw. Knokken in, voorzichtig kom jij, ik word het knokken twaar. Nou jongens, dit wie een tieren inspirerende merker. En dat weet ik, het doel van de merken. Wij zullen het spul even zo'n kant hellen en dan weer op naar de omroep, al het spul met de klak zetten. En dan op naar Broekstraat. Dus eerst opredden. En alles is leeg. Een flesje water is allemaal fijn, hè? Lekker. Nou, en dan gaat het spul weer. Alles weer aan kant. Alles aan de kant, op naar Ljaart en daarna naar de Broekstraat. Nou jongens, we hebben al het spul weer bij de omroep gebracht. Ik had hier naar de trein gebracht, hoor ik hier op fiets naar huis. Els hier was zijn eigen paard. Het was een hele inspiratievolle dag. De WOW inspiratiemerk. Ja, ik ga van alles zien hier. Hele leuke dingen. En ja, dan geeft mijn hart toch wel wat sneller klapje. Dan denk je dat er zoveel... Nou, op touw zetten we het, vaar het Fries. Nou, daar ben ik echt voorstander van. Dat weet ik inmiddels wel. Maar ja, op Sandai werd het alweer even duidelijk dat het inderdaad echt iets is wat mij aanspreekt. En waar ik echt iets mee wil. Waar vaak ik de vlog ook maatje onder oren. Dus ja, ik hoop je dat ik daar ik wat in betjutten. Maar in het Fries van de jeugd en van de band. Om daar wat content voor te maatje voor op YouTube. En leuke dingen onze squal. En daar geven we voor. Hey jongens. Ik zou zeggen, voelst het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen via het net. De chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Want een nieuwe chitsvlog. Hey hoi!